Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe. 150cc Goldrun en in deze aflevering gaan we de Leaf Cup doen, waar een van mijn favoriete stages op zit. Of in ieder geval misschien niet een van mijn favoriete stages, maar wel een van mijn favoriete soundtracks. Niet mijn favoriete, maar wel mijn ena favoriete. En dat is de tweede baan van deze cup. Dus laten we eerst deze Wario Cup eens even gaan doen, of deze Wario track eens even gaan doen. By far niet de vetste Wario track die er ooit gemaakt is, maar toch. We moeten hem spelen, het hoort er gewoon helemaal bij. Deze lijkt heel erg op de Waluigi Stadium in... Waluigi Stadium in Double Dash. Daar lijkt deze heel erg op. Zo. Gaan we weer. Hier jongen, draai Bowser met je gezicht in. Zo, kijk, we hebben weer even een banaantje ter schild. Dat is wel makkelijk. Ik dacht even niet uit mijn hoofd van welke... Van welke Mario Kart deze is. Dat had ik net natuurlijk wel kunnen zien, maar dat heb ik niet gezien. Anders had ik het nou geweten. Hè? Voor mij ook niet zo memorable, dus dan onthoud ik dat soort dingen niet. Ik denk van 64, want dat is de Mario Kart die ik niet heb gespeeld. Ik ken daar wel veel banen van, omdat die dus hierin zitten. En er wordt ook een Mario Kart 64 baan geremaked voor de DLC en dat vind ik wel een vette baan. Dat is de Choco Mountain, daar ben ik wel blij mee. Maar die ken ik ook doordat ze al een keertje als retro course in een andere Mario Kart hebben gezeten. Volgens mij in de Wii versie, maar dat kan ik omliegen hoor, dat weet ik niet zeker of het klopt. Misschien wel in Mario Kart 7 of dan ook. Kem. Oh, net op tijd voor dat blauwe schildje kwam. Heel nice. Oké, nice. We hebben weer de eerste beurt gewonnen, dus dat is altijd fijn. Oké. Oh ja, dit is hem. Sherbet Land met een van mijn favoriete soundtracks. En deze is zo... Deze originele komt natuurlijk ook uit Double Dash, maar deze is wel echt goed geremaked, vind ik. Het is echt mooi gemaakt. Geremasterd, zeg maar. Oh nee, geremaked is dit dan toch? Geremasterd, ik weet het niet, maakt het niet, maakt het niet uit. Zelfs het noorden ligt. Ik doe hem in. Ik weet nog wel een Double Dash dat ik wel soms wel eens verdwaald raakte in dat stukje waar ik net vandaan kom. Zeg maar. Dus ik denk van welke kant moet ik op? Help. Schaatsen en de Shy Guys zijn ook altijd leuk. Ligt aan mij of mis ik echt gewoon snelheid? Dat nice. Oh, zo jammer dit. Tuurlijk gaat er een muts voorbij. Welke muts deze keer? Ik weet het niet, maar ik heb er nu al in gehaald. Okay.
Nice. Donkey Kong staat tweede? Oké. Goed voor de aanlijst als ik hem zo weet te finishen. Dat is ook wel grappig. Het eindigt zeg maar als jij over de streep komt. Dus als dan net degene die tweede ligt een foutje heeft gemaakt en achter iemand ligt, dan heb je echt gewoon doordat jij finisht hem al gewoon gehaald zeg maar. Dan heb je nog een ijsblok. Dankjewel ijsblok. En er kwam natuurlijk weer een blauw schildje aan. Natuurlijk. Ah, Dry Bowser is alsnog tweede geworden. Heel zet. Donkey Kong heeft het nog geprobeerd, maar helaas. Oeh, een muziekbaan. Twee, drie, botsenvloed. Wow, doe eens even normaal. Ah, dat is pijn. Oh ja, ik weet nog ja, dat ik dit wat meer echt niet zo ook kut, niet zo'n leuke baan vind. Maar het gaat tot nu toe nog best aardig. Okay. Je moet dat het, je hebt als het goed is bij de allereerste Sonic Racing ook een zo'n soort muziekbaan. Volgens mij hoor je dan Samba de Janeiro op de achtergrond. Dansende piranha planten, dat is altijd leuk. Oké, top. Gaan we nu de laatste ronde in als het goed is. Oké, nice. Ik heb een schildje achter me. Die piranha planten blij zijn. Zo, nou. Oké, nou, we hebben hem op. Ah, kijk, nu eindelijk kunnen we dit stukje een klein beetje vliegen. Niet te veel last van die kutbeesten. De muzieknootbeesten. Rare dingen. Oké, we hebben in ieder geval een banaantje nu voor de laatste paar meters. Nice. Ook deze weer gefinished op nummer 1. Dan gaan we nu naar de allerlaatste van deze cup. De Leaf Cup. I believe I can fly. Is naam je Leaf? Oké. Oh ja, deze. Yosich Village. Dit is altijd een rare baan, omdat je hier dus alle kanten op kan, zeg maar, die je maar wilt. Oh, volgens mij ga ik normaal niet zo. Ja, dit is echt een kutbaan. Dit is echt een kutbaan. Hebben we daar baby Rosalina die zo stoer loopt te doen? Hier met jou, baby Rosalina. Hey. Pak de slipstream, nice. Dubbel slipstream, ah, oh, krijg je die onzin.
Hallo? Bowser stond eerste. Nou, wordt hij gewoon genaaid door het spel. Ga gewoon deze kant maar op. Oh, kut. Daar hebben we draaibouwen. Oké, we staan weer eerste. En we hebben een banaantje als schuld. Ik wacht met twee. Kijk, dat was al één banaan weg. Oh. Dat schuldje dat wou niet op mij komen. Mooi, dan kan ik deze banaan nog wel gebruiken. De twee schuldjes. De enige echte enemy op dit moment kan zijn een blauw schuldje. En die willen we niet. Vooralsnog gaat het goed. Zo komen we bij de grote Yoshi-ei. Het grote Yoshi-ei moet gewoon een beetje gunstig liggen. Ja, dat doet hij. Dat is mooi. Laatste bocht. Lotse vlot. Kijk. Heel nice. Oeh, Koopa had het slecht gedaan. Die is een stuk naar beneden gezakt. Maar wij hebben vandaag, want op deze dag heb ik de vorige twee afleveringen ook opgenomen, weer een 3-star gold. Ik ben echt super blij. Want ik ben gewoon de goeiste. Kijk eens, de Leaf Cup hebben wij gewonnen. Dit is wel een hele lelijke cup, moet ik zeggen. Daar hadden ze toch veel meer mee kunnen doen. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Mario Kart 8 Deluxe 150cc Gold Run. Adios!